Suriname loopt achter op het beëindigen van HIV-AIDS als dreigende gezondheidssituatie. Dit is gebaseerd op de stijging van HIV-gevallen en seksueel overdraagbare ziektes in de periode januari tot en met november 2024. Jongeren spelen hierin een cruciale rol. Dit vertelde seksuele en reproductieve gezondheid en rechten peer educator Verjay Miles in gesprek met onze redactie. Miles zei dat de preventie van HIV-AIDS meer aandacht behoeft, zodat jongeren verantwoordelijke seksuele keuzes maken. Er is bijzondere aandacht gevraagd voor key populations zoals de MSM, transgenders en sekswerkers, over hun toegankelijkheid naar die informatie, over hun toegankelijkheid naar behandeling, naar testing. Het komt erop neer dat de gezondheidsdiensten, gezondheidsinstellingen, medische instellingen, maar ook medisch personeel weerbaar worden gemaakt om de toegankelijkheid voor deze vulnerable communities en doelgroepen te bevorderen, om het te vergroten, zodat je op een gegeven moment een terugdaling krijgt of een daling krijgt van onder andere HIV-besmettingen, maar ook dat veel mensen hun status kennen. Want zoals het motto zegt van de Sue Youth Village, Shabby Youth Status, daarmee triggeren we mensen, vooral jongeren, motiveren we jongeren en roepen we ze op om zich regelmatig te laten testen, zodat ze hun status kennen. Als ze dan hun status kennen, weten ze hoe ze erop moeten inspelen als ze negatief zijn, wat je moet doen om negatief te blijven, en als je positief bent, welke stap je moet ondernemen als het gaat om het proces van behandelen en therapie trouw zijn. Normen en waarden hebben ook een grote impact op de seksuele keuzes van de mens. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot gender-based violence, die vooral te maken heeft met een ongelijke gezagsverhouding, stelt Miles. Normen en waarden zijn belangrijk om die te belichten, om informatie te verschaffen, mensen weerbaar te maken, zodat zij voor zichzelf grenzen kunnen stellen, zodat zij hun eigen normen kunnen stellen en aan de hand van die normen dan verantwoordelijke seksuele keuzes gaan maken als het gaat om hun seksleven. Als je hebt meegekregen dat je heel jong mag trouwen, in bepaalde gemeenschappen is dat zo, dan is het belangrijk dat je ook de informatie hebt hoe je te beschermen als dat zich voordoet. In bepaalde gemeenschappen heb je ook verschillende normen die zich richten op het hebben van kinderen, een bepaald aantal kinderen, voldoende kinderen. Het is belangrijk dat ook gebeurt, weet je, met instemming, zaken als consent. Instemming richt zich op de rechten van mensen tijdens, als het gaat om je seksuele gezondheid. Met wie je seks wil hebben, hoe lang je seks wil hebben, wil je nou seks hebben, om de hoeveel tijd wil je seks hebben en waarom wil je seks hebben? Wil je seks hebben om te produceren, om te reproduceren of wil je seks hebben voor het genot? Weet je, mensen moeten in staat zijn om die keuzes te kunnen maken en moeten ook weten wat ze kunnen doen om zichzelf te beschermen en anderen als ze deze keuzes maken. Miles besluit met de oproep om bewuste seksuele keuzes te maken, zich regelmatig laten testen en bewust zelfbescherming bieden tegen seksuele overdraagbare ziektes is vooral aangeraden.